Wij moeten play-off 2 aanpakken zoals we play-off 1 zouden aangepakt hebben. Wij moeten de ambitie hebben om die te winnen. We zijn als professionals zijn we daar onze eigen verplicht. En ik denk dat die boodschap wel goed doorgekomen is en de spelers wel begrijpen wat ik bedoel. Maar ik denk dat het een leuke pool is met sowieso niet te verre verplaatsingen naar Zultewaregem en naar Muskroen. Dat is vlakbij, dus dat is ook wel leuk. Ik denk dat het een groep is waarin dat het vooral zal gaan denk ik, tussen Zultewaregem en KV Kortrijk. Dus laat die burenduel laat dat maar lekker spannend zijn. Europees voetbal, is dat een doel voor KV Kortrijk? Ik denk dat het vooral een doel moet zijn om leuke play-offs te spelen met goed voetbal en onze kansen gaan. En dan zullen we wel zien waar dat we eindigen. Je weet ook dat die laatste wedstrijd is tegen de nummer 4 van de play-off 1. Dus dat zal dan toch nog wel een kantje boordje zijn. Maar we hebben laten zien dat we hebben thuis tegen Charleroi gewonnen. We hebben thuis tegen Agent gewonnen voor de beker. Dus we hebben tegen die ploegen al goede resultaten gehad. Dus ik denk als wij op niveau zijn, dan moeten we van niemand bang zijn.